gaan. Maar hoe ontstaat überhaupt die bedrijfscultuur? Want die is er op een gegeven moment. Ja, een bedrijfscultuur ontstaat eigenlijk gewoon zodra een groep een langere tijd samen gaat komen, ontstaan er patronen in het gedrag en dan ontstaat cultuur. En je hebt verschillende fases in organisaties. Je hebt echt de start-up cultuur, is jullie waarschijnlijk bekend. Hè? Dus dat is echt een fase waarin organisaties echt bezig zijn met, oh ja, we zijn onszelf aan het oprichten. Waar zijn we van? Je ziet dat medewerkers dan ook heel veel tijd informeel met elkaar besteden. Heel gedreven, denk ik ook. Work hard, play hard. Maar dat is echt zo'n fase waarin zij heel erg bezig zijn om met elkaar te onderzoeken, oké, waar zijn we van? En de rol van een leider is vaak dan ook heel belangrijk. En ook de waarden van een leider zijn heel belangrijk en worden vaak overgenomen door de groep, door het team. Wil je geen enkele webinar missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Ga naar youtube.com/intermediair.